Welkom, beste carnavalsvrienden, in deze eerste aflevering van Sassedonk TV. Volgen wij Hans Platje op zijn weg in het Sassedonkse carnaval. En Hans, we god wie vandaag op bezoek? Nou, op naar binnen zijn de studio. We zijn een paar foto's maken van onze kinnen. Kinnen? Is dat niet de nieuwe stadsprins? Binnen willen laten. Nou, het zal mee verbazen. Eén deur is los. Hallo. Is Patrick er al? Oké, okay. Ja. Ik zie hem al. Hey Patrick, hallo. Goedenavond. Ja, wij zijn ook van, hoe heet dat? Sassedonk TV, hè? Ja, nee, ik kom eerder, dan ga ik even wat meter instellen. Ja. Hey. Zo. Nou, even kijken hoor. Ja, ja, Hans. Daar heb je nog een schaduw. Hoe kreeg je die nu weg? Ja, uit. Kijk, wat we gaan met deze juist doen. Oké, zo. Ik zie allemaal sterretjes nou. Ja, dat klopt ook. Er staan gewoon twee sterren voor je. Ik zie geen schaduw meer. Hier dan, Hans. Nee. Nou ja, hij ziet er nog niet. Hij met nog. Heel iets hier nog. Oh, zo dus. Zo ja. Goede dame, jochie. Dat is ook wel prettig te kijken. Doe toch eens even kalm aan. Ik heb thee. Eerst bent de dansbriekers aan de beurt voor de foto. Zoals je net stond. Ja, nee, niet. Allemaal niet allemaal. Nee. Allemaal, één stapje. Sorry. Nou, gaan we een giebel uurtje van maken? Ja. Hoe lang jullie allemaal thuis zijn? 11 uur. 11 uur. Goedendag. Goedendag, goedendag. Hoi. Frederik. Hans. Ja, er is nog mijn kind in Zwolle, hè? Ja, daar had ik het over. Veerboekmetje. Ja. Maar die is al 40 jaar kinder. Ja, hi, maar die wil ik wel niet ontmoeten, dat vind ik wel leuk. Maar hij zit nou bij het Nederlands Elftal. Wat grappig. Het is een hele Nederlands Elftal fan. Oké. Okay. Gaat uit en thuis, gaat hij mee. Zo grappig. Henny van Heerlijk. Geef het zo Henny. Henny van Heerlijk. Hij krijgt een berichtje van dat klopt niet, hè? Er is maar één kind of niet in Zwolle of niet dan. En, ja, dat is Henny van Heerlijk. Ik zelf een berichtje op Facebook. Toen zei ik zo van ja, dat klopt, want ik ben al 15 jaar weg bij de post. Ik heb 25 jaar gewerkt. En ik ken al niet beter dan kinder van Heerlijk. Nee? Okay. Ja, dat hoor je. Heerlijk, ja, maar we zijn hier. Oh nee, dat maakt in principe nu nog niks uit, maar anders dan... Kijk, nu zit dat in specialismus. Hier. Hier wel zitten. Kijk of hij er boven kan. Hij zit hier wel voor je. Hans, pas even aan de kant. Ja, ik had jij je niet als laatste. Twee handen.
Kijk met je hoofd, blijf je zo kijken. Ja. En kijk met je ogen heel iets wat naar mij toe. Kijk, want ik knip liever een stuk van je. Lullig gezegd, ik knip liever een stuk van je onderkant af. Ja. Ja, maar dat knip ik toch weg hoor. Ja? Nee, die zijn stukjes al gedaan. U. En hoe vandaag? Nou, ik ga straks wel in wat vragen stellen. Ja, want ik wil toch wel weten of Jan Schemol die geïnterviewd heeft. Nee, maar weet je wat? Ik heb nog wel een leuk idee. Ik heb een foutje gemaakt in het begin, hè? Dat heb je gezien, hè? Ja. En toen dacht ik, zou het grappig zijn om een tafel te maken, zo rond het setting, waar Maxima en Alexander achter zaten. En dan straks met een nieuwe jeugdprins of prinses, ga ik aan die tafel zitten. En die gaat dan vertellen van, het is wel een beetje dom van onze prins. Dat Maxima ook weer Alexander, weet je wel. Ja. En dat hij dat een zo doet, dat is toch wel echt grappig. Dat je uit kunt stellen. Nou ja, het was wel een beetje dom. Ja, want ik was dus bang dat hij dus geïnterviewd was door... Vertellen, gaan we weer. Dat is bijna heel licht. Wat een kutkinder is het. Hier neerzet, hier achter. En je zet het adjudant hier neer. Ja, want als ik, met alle respect, maar als ik ze door die lengtes bij jullie zet, dan is het, zijn jullie weg. Ik hoorde net dat er een nieuw rolletje in de camera moest. Dat is nu gebeurd, dan kunnen nu de dingen zien. Wat wij dus gaan doen straks, dus wij gaan dus straks mensen overvallen. Of overvallen, wij komen dus bij iemand thuis en dan zul je wel zien wat er dan misschien wel gaat. Thuis zal niet gelijk komen, want dan moet ik iets opruimen. ik heb 29 december doe ik samen met Maarten Koegman doe ik een oud en nieuw show. Met oliebollen, gevulde eitjes en echt een beetje ouderwets gezellig heet het. En we gaan weer zingen met een aantal gasten, die mag ik nog niet noemen. Maar een aantal gasten en interviews. Dat is erg leuk, dat is ook heel gezellig. Daarmee ouderwets gezellig. Gewoon tijdens de show krijg je gewoon een wijntje en een biertje. En dan gaat er altijd nog wat gebeuren. Dus nodig je vooruit als je dat leuk vindt. Ja, leuk. De spiegel, toch? De spiegel. Ja. Dat was heel gezellig. Nou Hans, die heb je in de binnenzaak. Okay. Gaan we er wat van maken. Hier gaat hij. Ja, mooi. De kinder. Hij staat er vanavond op. Groepskinder. Was een groepskinder. Nou, dan hebben we de... Ja, dan ben ik in principe ben ik dan klaar. Want dan hebben we de niet, hè? Ilse, doet niet zeer. Ja, goed zo mee. Ga je pakken. Maar dan wil ik nog even wat vinden. Had je gezegd van, ik heb er 2 jaar over gedaan om hoogheid te worden. Maar waarom 2 jaar? Heb je gezegd 2 jaar? Ja, ze loopt maar 2 jaar om het te trekken, heb je gezegd. Als ik jou was, had ik het gelijk in het eerste jaar al gedaan. Nee, al 20 jaar. Toen was al 20 jaar aan je te trekken. Jeetje mina, vandaar dat ik ook die kind. Ja, nee, maar goed, weet je, ze hebben mij nooit gevraagd. Hè? Ze hebben mij wel, maar ze hebben wel een keer tussendoor zo gepolst van goh. Als we je nou vragen, ik heb wel gezegd, ik moet niet, ik wil het niet en ik vier mijn carnaval gewoon en goed en uiteindelijk hebben ze nu gewoon gedacht, nou we weten het niet zeker, dus we gaan het gewoon vragen en als je nee zegt, dan zien we het wel, maar en toen dacht ik, het is ook wel, superleuk, ik 34 jaar carnaval, toen dacht ik, misschien moet het maar gewoon doen, superleuk toch, en ik weet niet precies wat je kan verwachten, maar er zitten heel veel hele leuke dingen aan, alleen ik had dus ook gezegd van, er zitten ook een paar minder leuke dingen aan, toen zei je, wat dan, is nou ja, niet, onder andere niet alle bezoeken aan alle verenigingen zijn even leuk, en dat is de kalkleur. Zelfs een vereniging. Ja. Dus goed. Dan ga ik u vertellen wat voor je lopen was. Ja, precies. Nee, goed. Nee, maar dat is zo. Nee, een beetje voorzichtig zijn. Maar ik dacht, weet je wat, ik denk, ik doe gelijk een boek aan. Ik heb gelijk gezegd, dat kan de bedoeling niet zijn, zo heb ik het niet gezegd, maar weet je, ik vind het vervelend, dus excuus daarvoor. En dat heb ik ook op mijn site gezet, de kindersite, van dat verhaaltje van Maxima, van zei van, het is een beetje dom, ja, niet een beetje dom, het is gewoon oliedom van deze prins. Dat had hij gewoon niet moeten doen, even een beetje beter nadenken, sorry. Nou, het kreeg wel gelijk weer honderden reacties van mensen van, hey, dat is wel top, weet je wel, van dat je dat gewoon zo doet. Ja, toch mooi toch? Ja. Ben jij al uitvoerig aan het woord geweest? Want ik kan me indenken dat je er weinig aan toekomt, natuurlijk. Wacht maar. Jullie tijd komt wel. Hij is ons
vriend. Ja, nee, maar iedereen moet toch ook weten wie jullie zijn. Ja, waar jullie vandaan komen. Ja. Echte Zwolsenezen. Ik ben een Amsterdamse. Van oorsprong, daar ben ik geboren. En ik woon op dit moment in Frankrijk. Dus ik kom voor de carnaval altijd deze kant op. En dat al 30 jaar natuurlijk. Oké. Nou, dat moet wel heel gek met vrienden. Ja. Moet wel heel gek met wezen. Voor 30 jaar al met hem uit Frankrijk hier naartoe. Ja, en dan altijd bij elkaar slapen met de carnaval. Je komt nu 8 jaar uit Frankrijk. Ja, uit Frankrijk 8 jaar. Oh, oké. Ja, ik woon daar nu 8 jaar. Ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Maar ja, blijf en ik trekken, dacht, hè? Ik dacht, wat je van ver haalt is extra. Dat is altijd goed. Ja. Is altijd kom je dan ook van ver? Nee, ik kom uit Zwolle. Daar hier. Ik ben niet geboren in Zwolle, maar wel opgegroeid in de omgeving van Zwolle, op de Veluwe. Dus, en ik vier al heel lang carnaval, want het is, mijn ouders vierden al carnaval. Oké. Okay. Dus in Zwijndrecht ooit begonnen. En toen in het Harde heeft mijn vader nog de carnavalsvereniging opgericht, de Natnekkers. De Natnekkers, ja. Mochten we nog op receptie bij de Prins in Zwolle. Han Teken, dat was al heel lang geleden. Dat was onze buurman. Nou, dat was een hele happening. Ja. Dat we dat toen bij hem van dichterbij mochten meemaken. Staan die nog, de Natnekkers? Nee, al heel lang niet meer. Ze zijn wel heel lang te zielen. Nee, heel lang. Ja, het is op zo'n dorp een aantal autochtonen die dat leuk vinden. Ja. Dus, en toen zijn we elkaar gaan ontmoeten en sindsdien 30 jaar met elkaar vieren. En ook echt ook altijd de laatste jaren bij elkaar in huis slapen met een hele groep. Dus zonder partners allemaal. Ook dat. En wat ik ook in het interview zei, in mijn speech ook, van een aantal van hun, maar een aantal andere mensen ook, zijn eigenlijk mensen die heb je ontmoet voor de carnaval. Ze zijn ook beste vrienden geworden allemaal. Het is eigenlijk heel bijzonder gewoon, dat carnaval dat doet. Hè. Dus, En zoals gewoonlijk klets Hans even ietsje nekken. Ik weet niet achterheen gaan, want dan ben ik eerst nog. Gelooft er niemand nog Sinterklaas? Nee, hè? De vrijdagmiddag is nog Sinterklaas. Zal een uur of 7:30. Zo, Gert, dan ben je als kinderen weer op de foto, de dansmeisjes op de foto. En dan gaan we weer naar de koffie. Wat Lego?